Ja, maar dat zit er vertraging in. Maar dit is nou mijn favoriete band. Nightwish. En dit is dus de zangeres die je nu hoort, is zeg maar de oude zangeres van After Forever. En zeg maar de zangeres van Revamp. Dus Floor Jansen. En dan zou ik jou even een nummer laten horen van Epica. Even kijken hoor. Had ik hem er al op staan? Ik heb hem er al op staan, automatisch. Oké, het is dus... Oh, toepasselijk. Hoe komt het? Ik heb niks gepland, maar dit... Wat je nu hoort is dus EPK. En... Dit is dus Simone Simonis. Wat je nu hoort zingen... Ja, als ik constant mijn stamina op laat lopen, dan zo gaat het ook heel snel. Want, kijk, staat er nog eentje naast me. Ja, het is hetzelfde genre, alleen Nightwish is zeg maar de top van deze genre. En Willem Tertation is daarin zeg maar gewoon de top in Nederland. Maar veel van deze bands zijn sneller bekend in het buitenland dan bijvoorbeeld de solo zangers bijvoorbeeld en van Nederland. Zoals D-Lane, ik weet niet of je die kent. Maar die Lane die toert nu, zeg maar, heeft nu toe, de Amerikaanse tour zeg maar, met Nightwish samen gedaan. En ja, zo heeft dat af te wrijven. Nou ja, Willem Tertation treedt zelf ook natuurlijk op in Amerika. Ja. The rock is hard to mine. Meestal komen ze in Scandinavië.
Ik... Ah, daar hebben we hem. Ja. Fuck. 1, 2... We zijn al aardig eindje op de weg alweer. Een drie hulpjes of zo? Ja. Verkeerd kant op. Ja, iedereen mijt op een andere manier en wij hebben het al zo vaak op deze manier, doen we het op deze manier. Wat op deze manier? Zoals wij mijnen. Hij zegt zo van, je mijt zonder stamina, dat mijt langzamer. Ja, ik had wat te doen. Ja, nou ik niet. Ik maak gewoon door. Ik mijn 1 of 2 keer achter elkaar, maar ik moet even vol schieten dan. Er zei dat ik even iets anders wil doen, dan druk ik 3 keer achter elkaar en dan maak ik het vol stamina en dan. Ik hoor een raar stemmetje, een troll of zo. Dat is Teddy. In principe best wel een mooi beeld, ook op mijn tablet. Ah, die Mark Jansen. Ja. Dat is de crunch van Epica. De cruncher. En de oprichter van de band. Ik heb een gelijk mee met Mark Jansen. Ah, je zou beide zeggen dat het misschien familie is van ons, maar van... Dat zal misschien wel niet. De Cruncher. Maar ja. Nou, zou ik wel even... een speciale van Sander kan doen. Ik ook niet. Maar ik vind het een goed nummer. En daarom staat je er ook op. Ah,
Oh, je vindt Roxette ook leuk, oké. Okay. Moet ik wel meezingen of niet meezingen? Ja. Ah, als ik hem zie. Als. Hè? Waar kom je niet ploem vandaan? Ploem? Dat kan misschien mijn tablet zijn. Oké. Ik hoop dat het voor mij vandaan komt. Ik niet over te zoeken, maar ik kan niks vinden. Of mijn telefoon. Ik heb natuurlijk ook. Oh, probleem. Yes, line is offline or not currently available for mobile viewing. Shut up. Hij master! Nee. Master zit ook te kijken. Nee. Ze mag er dan. De Hans heeft gewoon de andere teamspeaker aangezet. Master zegt ervan, die is meteen weg. Dit is een diamond uitgang. Dat is niet te hard zeggen, want dat kan je misschien horen. Yeah! We hebben diamond! Ja, rich now. Zullen we dan naar die andere teamspeak gaan dan? Zullen we dat doen? Zullen we... Nou, dan moet iedereen weer aangepast lullen natuurlijk. 1-2. Disconnected. Ah, wat je deed. Nou, hier was het, heb ik ook een paar keer gekeken. Ik ben weer van Twitch af, anders komt alles door elkaar. Ja, dat hoor je. Ik zit dus met tweede monitor, tablet, dubbel check. Ik ben bakstenen aan het maken. Daarom was ik aan mijn. Ah. Ja, ik heb veel nodig. Ik heb al zand staan te scheppen vanavond. Als je die bijhoudt, dan heb je zo een lege koffer. Oké, ik zie. Als ik met jou praat, dan moet ik in de gaten houden dat je op Twitch kan zitten. Maar weet je dat? Zeker als we Nederlands blijven praten, verstaat. Als er Engelsen erop zitten, verstaan dat niet.